lesgeven aan kinderen. Er is een hypische leergang, hebben we georganiseerd deze winter. En waarom nou lesgeven aan kinderen? Volgens mij is dat alles wat bij elkaar komt. Je houdt van een paard, je houdt van kinderen, je wil jonge mensen opleiden en je wil ze plezier geven. En dan is het verdorisch moeilijk om die kinderen in allerhande leeftijdsfasen, in allerhande problematieken van school, van thuis, van vriendjes, van pesten, ze toch op die pony of dat paard te leren rijden. Dat gaan we met de hypische leergang lesgeven aan kinderen een beetje onderzoeken met elkaar. Hoe spreek ik die aan? Hoe krijg ik dat kindje die een beetje bang is om te galopperen, toch aan het galopperen? Hoe gaan we een teamverband toch proberen te creëren met kinderen? Wat is de didactiek en de pedagogiek? Dat gaan we doen in de hypische leergang die deze winter in Ermelo aangeboden wordt.